Onderzoeker. Ik ben Kelly Snoek. Ik ben portret- en reportagefotografe. En de rode draad doorheen al mijn werk is de mens en zijn of haar identiteit. Mijn missie bestaat erin om het onzichtbare zichtbaar te maken. En dit vanuit een pure en authentieke benadering. Ik maak foto's, maar evengoed gebruik ik fotografie als tool om mensen te helpen openbloeien en hun vertrouwde kijk op de wereld in vraag te helpen stellen. De echte schoonheid van een beeld ligt volgens mij namelijk in de impact dat het geeft op onszelf en op anderen. De fotoreeks A Human, waarvan enkele beelden tentoongesteld zijn en waar jullie ook het filmpje van zagen, daagt ons uit om na te denken over ons streven naar perfectie en de hiermee alsmaar vervagende grens tussen realiteit en virtualiteit. Leven we eigenlijk met de illusie dat maakbaar perfectionisme ons net uniek maakt, door wat we allemaal posten en hoe we onszelf profileren op sociale media bijvoorbeeld? Of zijn we hiermee net niet vooral onze eigenheid aan het afvlakken? Beste bezoeker, ik wens jullie heel veel kijk- en reflectieplezier bij het ontdekken van alle werken.